Jullie zijn natuurlijk zwaar belast, maar jullie worden ook goed betaald, hebben we gehoord bij Harry Mens. Dat klopt toch? Tonnen en tonnen. Laat even luisteren. Blom zat bij Harry Mens. Kom eens even door. Nou. Ja, ik moet je opletten. Ja. Als scheidsrechter, wat verdien je daar? Nou ja, wij verdienen ongeveer 2-3 ton per jaar. Ja. Ja, Blom misschien wel, maar dan moet ik toch wel gaan onderhandelen. Dan moet ik je meenemen, want dat heb ik niet. Dat heb ik echt niet? Nee, joh. Hoe kan Blom dat dan verdienen? Nee, maar je moet het clipje even iets langer laten lopen... en dan zie je dat ook wat ontkracht. Want, Oh, was een geintje. Was een geintje. Maar die Kevin Blom die wordt wel blij, toch, van zichzelf? Die is heel tevreden over zichzelf. Nee, serieus, Bas. Heb je hem bij Fortuna ook gezien? Fortuna tegen... Feyenoord. Ja, dat hij moest staken, ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat was Kevin Blom show, nee, maar ik dacht, in die gang gaat hij bekendmaken dat de president van Amerika afgezet is. Maar hij ging staken. Maar dat was van Kevin Blom dus een geintje. Maar was het van Harry Mens ook een geintje? Over, die kok had er geen zin in trouwens. En die kok had hij al zoiets. Die kok was heel verlegen. Die gaf hele goede antwoorden. En die kok dacht, ik wil helemaal niet met Harry praten. Maar Harry ging toch een gesprek maar met hem. Maar die kok betaalt daar wel voor. Ramin is de kok, hè? Ja. Je was verlegen. Ik mocht niet te veel aan je vragen. Maar we gaan gewoon kletsen, hoor. Dag. Met hoeveel mensen werk je in de keuken? 5 mensen. 5. En jij bent de baas? Ja. En dan heb je nog 2 Marokkaantjes erbij, begrijp ik? Ja. Nog Hollanders ook? Ja. Dat kan toch niet? Nee, ja. Dat kan toch niet? Maar, hij zegt het alsof het 2 hondjes zijn. Ja. Ja, en dan te weten, Johan, dat hij het er nog makkelijk uit had kunnen knippen natuurlijk. Ja, hij had het zaterdag opgenomen. En dat hij een buitenechtelijke... relatie gehad heeft met een Mexicaan of met een Marokkaanse vrouw. Ja, daarom ligt hij ook slecht goed bij de Marokkaanse gemeenschap, omdat hij de gemeenschap mee gehad heeft. Maar hij vindt het allemaal een beetje overdreven dat het allemaal ja, zo maar aan. Buitenechtelijke gemeenschap wordt niet op prijs gesteld. Nee, dat is waar. Door Marokkaantjes. Nee, maar hij vindt het allemaal overdreven, de storm een glas water. Nee, maar het is denigrerend. Het is misschien niet zo bedoeld. Hij op zijn manier wilde die aardig zijn tegen een meneer die een beetje verledig is, onwennig op tv. Ja. En dan vloept hij dat eruit. Dat is hij ook al 14 jaar, onwennig op tv. Ja, nee, het wordt nooit een man die... Wil je niks missen van Veronica Inside? Download nu de Veronica Inside app. En snel!